Paarden zijn in de laatste bocht. En het is onveranderd Daisy Vakamstra die nu twee lengte voorsprong heeft genomen. De Kryptonite gaat nu naar een tweede plaats. Passeert Nipsita Select. Daarachter volgt op een tweetal lengte Ben Hurry aan de buitenzijde. Komt Fini Promise. En zo zijn we dan in de laatste rechte lijn met nog 200 meter te gaan. Nog altijd Daisy Vakamstra. Daisy Vakamstra leidt op de tweede plaats. Daarachter aan de buitenzijde Kryptonite. Helemaal aan de buitenzijde Ben Hurry met Fini Promise. En Samantha Stalker zoekt ook een gaatje met Sita Select. In de laatste meter zijn de paarden. En het is Daisy Vakamstra. Blankend voor de plaatsen. Laat het over aan de rechter. Maar de winnaars van start tot finish. Daisy Vakamstra. Hilda Hofstra. Ereronde van de winnaars. Daisy Vakamstra. Hilda Hofstra. Daisy Vakamstra wint samen met Hilda Hofstra. Dus de tot ziens op zondag 3 juli sweepstakes dag prijs. Dan praten we wel even met meneer Verhulst, want u bent natuurlijk ook de trainer van het paard en ze deed het op geweldige wijze. Ja, ze kon hem niet eens houden. Hilda bedoel je dan? Ja. Dus ja, nou ja, kijk, het paard is natuurlijk goed. Ja, en als ze goed zijn, kunnen ze alles, hè. Zo simpel is het eigenlijk. Maar er zit een boel draden in dit soort koersjes, 700 meter, is dat misschien niet aan de korte kant voor haar? Dat zou nog wel eens kunnen, ja. Ja, ja dat weten we pas als er eentje over 2300 meter is, hè. Nou, wellicht op 3 juli, want dan zien we namelijk aan de... Hopen dat dat goed is en dat ze dan ook op 3 juli weer terugkomt. Want de stal van Mark Verhulst en meneer Verhulst, die zijn uiteraard hier altijd op de baan in Groningen in goede vorm en goede doen. Dames en heren, ja, de huldiging ging dus wat snel, maar geeft alsnog een applaus voor Daisy Vakamstra en Hilda Hofstra. Want zij wonnen prachtig deze koers. Meter. 50 meter. 30 meter. Start gevallen. Paarden zijn gestart voor de laatste koers en Sita Select aan de binnenzijde het snelste weg. Met op de tweede plaats daarachter dan Daisy Vakamstra. Zo gaan we af op de eerste bocht. In derde stelling Ben Hurry. Vierde is Kryptonite. Daarachter volgt de Nospa. En die wordt nu gepasseerd op dit ogenblik door Diola P. Nospa die valt wel terug. Die had even een klein probleempje. Wordt nu ook gepasseerd door Dutch Buiten. Zorgt erachter Vini Promise. En laatste van het peloton is Exclusive Queen. En de paarden zijn in de rechte lijn voor de tribune. En als de paarden zo dadelijk voor de tribunes komen, dan zien we dat Daisy Vakamstra de leiding heeft. Daisy Vakamstra leidt met op de tweede plaats Sita Select, dan Kryptonite, Ben Hurry en daarachter volgt dan Diola P. Dat zijn op dit ogenblik de paarden die eraan voeren als ze de laatste ronde ingaan. Met nog altijd Daisy Vakamstra, met Hilda Hofstra die dan gevolgd wordt door Samantha Stalker met Sita Select in derde positie. Kryptonite en aan de binnenkant daarvan volgt Ben Hurry. Dat zijn nog altijd de aanvoerders met daarachter dan Diola P. Die wordt gevolgd door Vini Promise, daarachter Dutch Buitenzorg. Achter Dutch Buitenzorg hebben we Exclusive Queen. En laatste van het peloton is Nospa. Deelnemers zijn aan de overkant van de baan. En het is nog altijd Daisy Vakamstra. Hilda Hofstra die is een soort passagier bij Daisy Vakamstra. Want het paard heeft een bijzondere dadendrang. En zo stormen we af op de laatste bocht. Zita Select op de tweede plaats. Daarachter volgt dan Kryptonite met Ben Hurry. Met verderweg dan Diola P. Vini Promise, Exclusive Queen. Daarachter volgt dan Dutch Buitenzorg en Nospa. Paarden zijn in de laatste bocht. En het is onveranderd Daisy Vakamstra die nu twee lengte voorsprong heeft genomen. De Kryptonite gaat nu naar een tweede plaats. Passeert Nipsita Select. Daarachter volgt op een tweetal lengte Ben Hurry aan de buitenzijde. Komt Fini Promise. En zo zijn we dan in de laatste rechte lijn met nog 200 meter te gaan. Nog altijd Daisy Vakamstra. Daisy Vakamstra leidt op de tweede plaats. Daarachter aan de buitenzijde Kryptonite. Helemaal aan de buitenzijde Ben Hurry met Fini Promise. En Samantha Stalker zoekt ook een gaatje met Sita Select. In de laatste meter zijn de paarden. En het is Daisy Vakamstra. Blankend voor de plaatsen. Laat het over aan de rechter. Maar de winnaars van start tot finish. Daisy Vakamstra. Hilda Hofstra.